Hallo allemaal, welkom bij mijn Wizard. En vandaag heb ik voor jullie een gloednieuwe video van een magical creature. En jullie hebben natuurlijk al aan de titel kunnen zien dat het gaat over de magical creature Nagini. En de reden waarom ik Nagini heb gehaald is om de reden dat Nagini natuurlijk komt in de nieuwe Fantastic Beasts en The Crimes of Grindelwald. En ja, er zit een heel verhaal bij. Het is in ieder geval, het is een geheim. Het is een ding wat J.K. Rowling al 20 jaar bij haar houdt. In de hoofd. Wat ze al geheim heeft gehouden voor ons. En het is een best cool geheim. Jullie kunnen het allemaal zien in de nieuwe film Fantastic Beasts and the Crimes of Grindelwald. Dit is natuurlijk de plastic doos uit Harry Potter. Magical Creature nummer 9 is Nagini. Magical Creatures, The Noble Collection. En op de achterkant staat gewoon Harry Potter and the Magical Creatures, Nagini, Magical Creature nummer 9 en Noble Collection. Nou. En voor de rest hebben we hier de display natuurlijk. Voor de rest, het eromheen is plastic. Het is geen glas, waar ik gelukkig blij mee ben. Want dat zorgt ervoor dat het natuurlijk veel minder snel breekt. En ja, het ziet dus net zo mooi uit. Voor de rest zien we hier een mooie Nagini op staan. Op de achtergrond zie je Zwijnstein in puin natuurlijk. Dus het betekent dat dit uit Deathly Hallows Part 2 is. En voor de rest staat op de bovenkant nog Harry Potter Magical Creatures. En dat is eigenlijk alles. Voor de rest hebben we hier natuurlijk nog Nagini en de display van Nagini. Nou, wat het ding is met deze display en met Nagini is dat je niet echt het gevoel krijgt dat je hem echt een beetje erin vastzet. Net zoals bij de andere creatures. Deze zit niet echt helemaal top erin of zo. Je krijgt altijd het gevoel dat je hem nog een soort van anders kan zetten of zo. Kan een goed ding zijn, maar ik zie het zelf als een slecht ding. Over Nagini gaan we dadelijk. Voor de rest is dit de display. Je ziet natuurlijk dat het allemaal de puin is van Zwijnstein en zo. En je ziet de sorteerhoed. Heel je leuke deal. Ik vind het fijn. Ik vind het een fijne display voor de rest hoe het eruit ziet. En Harry Potter, Warner Bros. Entertainment natuurlijk op de onderkant. En hier hebben we natuurlijk de magical creature Nagini. Nagini zelf is awesome. Het ziet er heel erg gaaf uit. Je ziet dat ze helemaal zo in elkaar op elkaar zit gekropen. En ja, dat hoofd en die ogen zijn creepy. Maar ja, je ziet voor de rest die griftanden en die mond. Hartstikke gaaf. Volgens mij is Nagini niet eens giftig. Waarom zeg ik dat? Maar in ieder geval, je voelt gewoon de schubben zeg maar erop zitten. Het voelt niet zoals een echte slang. En het voelt niet helemaal direct als een slang. Maar het heeft wel een beetje, het heeft wel aardig hetzelfde gevoel. Dat is wel heel erg mooi. Nou, je ziet hier mooi haar einde van de staart en zo. En ja, je ziet dat ze een groot gat hier doorheen hebben natuurlijk. Wat ook hoort bij de slang. En het is gewoon awesome gedetailed. Je ziet heel haar lijnen van haar lichaam. En ja, de hoofd is de enige plek waar je niet heel veel van de schubben voelt. Maar ook wel weer een klein beetje. En ja, die kop is gewoon creepy. Het is gewoon eng. Het is echt gewoon, het is heel goed gedetailed. Het is gewoon heel erg gaaf. Ik vind het een hele leuke magical creature. Hij is heel goed gelukt. En ja, ik heb hem zelf voor Nerdup voor €34,95. Natuurlijk staat Nerdup in de beschrijving. En dan kun je hem zelf opzoeken. Ik raad hem zeker aan als je een magical creature zoekt. En laten we nu maar weer de deksel erop doen voordat ze wild wordt en ons gaat bijten. Ik wil jullie super erg bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie allemaal weer later.